dat een zwaan ijspret kan bederven hier bij IJsclub De Volharding in Westerhaar. Cor Brink, voorzitter en ook ijsmeester. Hoe is dit mogelijk? Ja, hoe is dat mogelijk? Ik ben zelf al jaren lid hier van de vereniging. En ik ben hier begonnen als ook hulp in de vrijwilligersploeg. Ja, heeft jaren geduurd. En tot op een gegeven moment, ja, toen ben ik gekozen door in het bestuur. En nu ben ik de laatste jaren altijd voorzitter geweest. Maar ik heb dit zoiets nog nooit meegemaakt. Maar waarom jaag je niet gewoon weg? Ja, wij kunnen er niet bij komen. Natuurlijk, je gaat op het ijs staan en dan... Dan zak ik zelf erdoor en ik kan niet zwemmen. En de jongeren? En de jongeren, met deze, de kamer is ook steen en steenkool. Dus we laten een hiertje maar mooi met rust. Maar goed, die zwaan kan er blijkbaar tegen de kou. Ja, dat kunnen we zien. Hij gaat enkele keren, gaat hij met deze op. Maar dan proberen we hem te krijgen. Maar het beestje kan niet vliegen vanaf het ijs. Hij moet een stevige ondergrond hebben, wat niet glad is. Dan kan hij de lucht op. Maar nu kan hij dus helemaal niet geslaagd worden. Het is zover. De baan is vandaag voor het eerst last. We hebben een gedeelte van de baan, wat gedeelte van de baan afgesloten. De kinderen hier uit het dorp, die kunnen toch aan die trekken komen. Want jullie hebben dus wat afgezet, zodat die zwaan met rust gelaten kan worden en men kan schaatsen. Ja, de zwaan kan mooi in de grond blijven zwemmen. Even nog een beetje aankijken van twee eentjes. En de jeugd zit aan de andere kant van het koord. Daar kunnen de jeugd de kinderen schaatsen. Oké, heeft de zwaan al een naam? De zwaan heeft een naam gekregen vanmorgen bij jullie. Via de kassameisje. De meisje zei, ik vind een mooie naam. Ik zeg het maar. Ja, zwaantje.